De sloop van de Thomas van Aquino straat op het terrein van de Radboud Universiteit is in volle gang. De ouderwetse oudbouw moet plaatsmaken voor een gloednieuwe faculteit Sociale Wetenschappen. In februari begonnen bouwvakkers met de binnenkant van de gebouwen. Vanaf de zomer van 2018 staan de grote sloopbewegingen gepland. Maar de sloop van TVA is niet de enige verandering aan het universiteitsterrein. Publiekstrekkers zijn straks onder meer het Radboud Sportcentrum, universiteitsrestaurant De Refter en het nieuwe Radboud Cultuurcentrum in het gymnasium. De Radboud Universiteit wil de ruimtelijke samenhang vergroten en ook het onlangs aangekochte terrein van het berg Manianum tot onderdeel van de campus maken.